In deze Rabo Preview kijken we vooruit naar speelronde 17 bij de mannen en spelen we zoals elke week een potje latje tik. We doen dat met Zander de Wijn, die met Kampong aan een uitstekende reeks bezig is. Inmiddels staat de ploeg vierde in de Rabo hoofdklasse en zondag treft het hekkensluiter Den Bosch. Op papier een makkie. Ja, als je echt kijkt naar de stand, dan zou dat 3 punten moeten betekenen. Maar Den Bosch is niet meer Den Bosch van voor de winterstop. Mede denk ik aan de hand van Mark Lammers. En ook de resultaten die ze geboekt hebben, toch tegen ook goede teams hebben ze punten gehaald. En kijk vorige week naar de overwinning op Bloemendaal. Heel knap. En we moeten daar echt heel erg hard rekening mee houden. Kampong is, zoals gezegd, aan een prima serie wedstrijden bezig. Sinds de winterpauze werd er niet verloren en ook de Wijn zelf draagt zijn steentje nadrukkelijk bij aan het succes van de Utrechters. Ja, zeker. 4 wedstrijden na de winterstop, alle 4 in winst om weten te zetten. Ja, dat is natuurlijk fantastisch en daardoor hebben we ook een stap kunnen zetten naar de eerste 4. En nu met een 4e plek als resultaat. Het mogen duidelijk zijn dat het bij ons heel goed gaat. Natuurlijk, iedereen is fit. Dat scheelt ook zeker. Het staat heel goed. Scoren ook makkelijker dan voor de winterstop. Het staat als een huis. En dan zie ik ook 4 keer jouw naam op het scorebord terugkomen. Ja, dat klopt. Nu 4 weken op rij keer een doelpunt gemaakt. Dat is toch niet bijvoorbeeld jouw specialiteit volgens mij? Nee, dat zeker niet. Maar ik duik nu wel eens een aanvallende cirkel op. En dat heeft nu 4 keer tot het resultaat geleid. Wat heel leuk is. En daarnaast waren het ook nog veelal belangrijke doelpunten. Daar ben ik heel blij mee. Hopen dat ik die lijn door kan trekken, maar het is niet een persoonlijk doel op zich. Er worden al hier en daar wat grapjes gemaakt dat ik niet kan juichen. Ik ben het ook niet gewend, ik heb niet zoveel golen gemaakt in mijn carrière. Maar het is altijd heel leuk. Kampong roert zich de afgelopen weken niet alleen op het veld. Ook ernaast worden successen geboekt. Zo werden voor volgend seizoen al Robert Kemperman en Roderick Weusthof vastgelegd. Kampong hikte er altijd al jaren tegenaan, had geweldige talenten. Maar het wist iedere keer net niet te worden. En nu is het besef daar gekomen en dat het nu toch echt moet gaan gebeuren. En dat is nu het daad bij het woord gevoegd. Ik zie dat heel goed tegemoet en met heel veel plezier. Leuk ook, lijkt mij toch? Ja, heel erg leuk. Zeker ook speciaal met Robert, waar ik van jongs af aan een hele goede band mee heb. Om weer samen te mogen spelen hier op Kampong. Als we dan even kijken naar het programma voor komende zondag. Jullie hebben voor jezelf natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Wat is dan nog een andere wedstrijd waar jij er ook wel met een schuin oog naar kijkt? Ja, dat is toch wel de affiche Amsterdam-Rotterdam. Dat zijn toch de nummers 1 en 2 van de competitie. Die ook boven je staan, dus daar kijk je toch wel een beetje naar. Ik ben heel benieuwd. Allebei de ploegen hebben wat punten verloren de laatste tijd. Rotterdam heeft nu wel weer wat gewonnen en Amsterdam ook weer. Dus het begint misschien weer wat te lopen na de stroeve start. Dus dat is zeker een interessante wedstrijd. Dan is het nu dus tijd voor het leuke afsluitertje. Het latje tik, 5 ballen, kopcirkel en hoe je ze erop krijgt, doe je het. Maar ja, dat is dus de opdracht. Ja, spannend. Ik hoop dat ik er wat op het lat kan krijgen. Ja, ga je gang. Poging 1. Nummer 2. Zonder 0 uit 5. Ja, daar ben ik niet zo blij mee. Dat is geen goed resultaat. Gelukkig ging het afgelopen wel beter met goals maken, maar dit is niet best. Ze gingen er ook wel in. Ja, eentje of 2 gingen er nog wel in, maar die andere, nee, de bedoeling was te lat. Zat er niet in vandaag. Zat er wel dichtbij een paar, maar toch net niet. Onderaan de ranglijst. Ja, pijnlijk.